Beleggen in biotech was al nooit saai, maar nu wordt het helemaal spannend. Kijk naar het aandeel Galapagos. Dat is vandaag de grootste stijger binnen de AEX met een plus van ruim 4%. Nou kan dat natuurlijk komen doordat ze positieve voorlopige testresultaten bekendgemaakt hebben. Maar er speelt ook nog iets anders. En ik denk dat dat net zo belangrijk is. Namelijk een golf van overnamenieuws in de biotechsector. Afgelopen vrijdag werd al bekend dat het Japanse Takeda een bod van 520 miljoen euro uitbracht op het Belgische Tygenix. Nou, het bestuur is akkoord en dat betekende dat beleggers in één klap 70% rijker werden. In Amerika werd er een overname vandaag bekendgemaakt met een mogelijke waarde van bijna 7 miljard dollar. Het Amerikaanse Celgene koopt Impact Biomedicines. Daar leggen ze nu al 1,1 miljard voor neer. Maar op het moment dat er goedkeuring komt voor nieuwe tests van een kankermedicijn, komt er nog 1,25 miljard dollar bij. En boekt Impact Biomedicines meer dan 5 miljard dollar omzet. Dan strijken ze nog eens 4,5 miljard dollar op. In totaal dus 7 miljard dollar kassa. En vandaag werd bekend dat Novo Nordisk uit Denemarken een bod uitbrengt, alweer voor de derde keer op het Belgische Uplinks. 2,6 miljard euro hebben ze ervoor over. Oftewel 30,5 euro per aandeel. En dat is maar liefst 44% boven de slotkoers van vrijdag. Dus ook leuk voor beleggers. Nou is het al de derde keer dat Novo Nordisk een overnamebod uitbrengt. En Uplinks heeft steeds gezegd dat ze het liefst zelfstandig zullen verder gaan. Maar ja, wat niet is, zou nog kunnen komen. Er is in ook van heel veel geprobeerd te handelen in het aandeel Uplinks. Want de handel werd vandaag stilgelegd. Nu is natuurlijk de vraag, kan het ook gebeuren bij Nederlandse biotechbedrijven zoals Pharming of Galapagos? Nou, om te beginnen met Pharming. Het afgelopen jaar steeg de koers van het aandeel Pharming maar liefst met meer dan 400%. Toch is de beurswaarde van Pharming nog relatief laag. Dat is nu zo'n 700 miljoen euro. Dus je zou zeggen dat is een makkelijke kandidaat om over te nemen. Maar ik denk toch dat de kans van een overname van Galapagos ietsje groter is. Die beurswaarde van Galapagos is ruim 4 miljard. Maar ze werken al tijden samen met het Amerikaanse Gilead. Ja, en die hadden met elkaar afgesproken dat er een lock-up periode was. Gilead mocht tot en met 31 december 2017 geen bod uitbrengen op Galapagos. Nou ja, het is nu 2018. Dus de handen van Gilead die zijn weer vrij. Ze zouden een overnamebod kunnen doen. Nou heeft Galapagos al meerdere keren aangegeven dat ze het liefst zelfstandig blijven en zelf hun medicijnen uiteindelijk op de markt gaan brengen. Maar als je zo kijkt naar die koersstijging van het aandeel Galapagos vandaag, dan zijn er toch tenminste een aantal beleggers die denken dat dat wel eens zou kunnen veranderen.